Welkom bij de ultieme luistertest. Chesky Records maakt opnamen die zo natuurgetrouw mogelijk klinken en die zo bij de muziek passen dat er niets tussen de luisteraar en de muziek in staat. U leert duidelijke verschillen te onderscheiden. Deze CD zal fungeren als gids om uw luistervaardigheid te verbeteren. Niet alleen zult u hierdoor meer genieten van het luisteren naar muziek, ook zal, zoals bij het bijwonen van een concert, uw groeiende aandacht voor geluid leidt tot een grotere waardering van muziek. Het voornaamste doel van deze luistertest is u te helpen bij het selecteren van audiocomponenten. Om deze grootse taak te volbrengen, hebben wij een aantal muzikale demonstratietracks bij elkaar gebracht voor de evaluatie van verschillende aspecten van geluidsweergave. Na elke korte uitleg van de audiofiele term volgt een stuk muziek om de term in kwestie te illustreren. Door deze geluidstest te gebruiken bij uw vergelijkend onderzoek naar geluidsweergave, zullen de meest subtiele verschillen tussen audiocomponenten ontsluierd worden. Genoeg gepraat, laten we beginnen. High Resolution. Spanish Harlem, uitgevoerd door Rebecca Pigeon. Dit is een zeer bijzondere opname die alle ingrediënten van een audiofiele klassieker in zich heeft. Ten eerste, Rebecca's stemgeluid zou alleen moeten ademen, met zowel links en rechts als voor en achter ruimte. Afgespeeld op high-resolution geluidssystemen zal Rebecca als het ware tot leven komen. De bas klinkt robuust en diep, maar toch zeer gedetailleerd. Ook de shaker verdient extra attentie. Hij zou achter in het geluidsbeeld moeten zitten en elke shake moet weer anders klinken. Als de shaker steeds hetzelfde klinkt, is het geluidssysteem niet in staat elk detail weer te geven. Het geluid van de strijkers behoort weergegeven te worden met dezelfde ruimtelijkheid als de overige instrumenten. Naarmate u vaker naar Spanish Harlem luistert, zult u begrijpen waar High Resolution om draait. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there, and then I lose control and have to beg your pardon. And watch her as she grows in my garden.
Spanish Harlem. With eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there, and then I lose control and have to beg your pardon. That rose and watch her as she grows in my garden. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Diepte. If I Could Sing Your Blues door Sarah Kay. De term diepte is oorzaak van vele discussies in high-end kringen. De definitie ervan kan nogal tweeslachtig zijn, maar nu niet. De trompet in het intro van deze track stond opgesteld op ongeveer 3 meter en is zodoende uitermate geschikt om diepteweergave te testen. Sarah zou dichtbij moeten klinken, terwijl de studio de galm op haar stem produceert. De gitaar klinkt intiem met een warme toonvorming. Houd in gedachte dat bij de meeste moderne opnamen een kunstmatige galm gebruikt wordt, zodat de testen betrouwbaar zijn voor de term diepte. Hier komt Sarah. If I could sing your blues, absolutely mesmerize me. And if I had to look away, could it be like angels and good things? Now we'll sing your blues. I'd get you, babe, when you weren't looking out. And if I had to, then I had to go. Could it be like angels and cold? And starlight, and red, red wine, make you whole like a woozy. Starlight, star bright, and I would sing your blues. I will sing your blues. There'd be no wake up call any given morning. Be no dream come true. After choosing someone, you'd never have to try that hard. You'd never have to try that hard for starlight. Ooh. And red, red wine. Oh, a mess of roses, starlight and star bright light,
I will sing your blues. Your blues. I will sing your blues. Atmosfeer. Maiden Voyage door Lenny Andreji. In deze opname is sprake van een warme, uitnodigende klankkleur. De klankkleur is nogal wijds, terwijl Lenny's stem zeer direct hoort te klinken met een breed en dynamisch bereik. De bas klinkt vol en warm. De drums en bekkens klinken ruimtelijk. Dit is een gloedvolle opname die u als zodanig zult beluisteren. No, 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 no.
Middentonen weergave. Grandma's Hands door Livingstone Taylor. Op deze a cappella uitvoering wordt Livingstone bijgestaan door 3 soulvolle backingzangers. En dit is daarom een uitstekende opname om middentonenweergave te testen. Laten we een experiment uitvoeren. Knip met uw vingers en ga hiermee door. Terwijl u naar Grandma's Hands luistert, let u op de opgenomen vingerknippen. Ze zouden net zo levensecht moeten klinken als de uwe. Livingstone's stem zou zeer vol moeten klinken. U zou moeten kunnen horen dat zijn lichaam bijdraagt aan de klank. Veel te veel opnamen laten de stem horen zonder dat het effect van het lichaam op de stem duidelijk wordt. Het resultaat is een vrijwel menselijke, maar toch niet natuurlijke stem. Op deze opname is dit niet het geval. Dus laten we naar Livingstone gaan luisteren. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue words of warning. She'd say, live, don't run so fast. You might fall on a piece of glass, and there might be snakes there in that grass. Grandma's hands. Grandma's hands used to soothe the unwed mother. Grandma's hands, they would ache sometimes and swell. Grandma's hands, they would lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma understands just how much you love that man. Put yourself in Jesus' and grandma's hands. Grandma's hands used to hand me a piece of candy, and grandma's hands picked me up each time I fell. Grandma's hands, well, they really came in handy. She'd say, Hattie, don't spank that boy. What you wanna go do that for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. And if I get to heaven, I'll look for grandma's hands. Natuurlijkheid. Corantesa door Anna Karam. De natuurlijke akoestiek van de kerk waar Corantesa is opgenomen biedt een uitstekende locatie voor deze gracieuze uitvoering. Corantesa begint met verfijnde, volmaakte effecten en vogelgeluiden. Dit regenwoud zou u moeten omhullen. Vervolgens vult de cello de ruimte met een resonerend laagje. Anna's stem is zo aanwezig dat u haar adem bijna kunt voelen. De opname kent geen elektronisch gevoel. Er is sprake van een rijk, diep geluid waar u middenin zit. Dit is uitgesproken natuurlijk. Correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. Na barranceira do rio o ingá se debruçou,
e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O bar ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou à beira da estrada. Vem vindo, meu amor, vem vindo, meu amor, vem vindo, oh Dandá, oh Dandá, oh Dandá, oh Dandá, oh Dandá, oh Dandá. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. E eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá. Transparant. Played Twice door The Fred Hirsch Trio. Dit is een opmerkelijke transparante opname van The Fred Hirsch Trio. Piano, bas en drums. De piano wordt, hoewel hij warm klinkt, fel aangeslagen. Onthoud dat de piano een percussie-instrument is. De hamer slaat de snaren aan. Dit percussie-effect moet duidelijk aanwezig zijn. De bas moet warm en vol klinken, maar niet gonzend. Elke noot staat op zichzelf. Het plukken van de bas moet duidelijk onderscheiden kunnen worden. De drums zijn opgesteld achter de piano en de bas en definiëren de akoestiek van de studio. De bekkens klinken luchtig en delicaat. Transparantheid kan omschreven worden als een open raam naar het geluid. Het zou moeten lijken of er niets tussen de luisteraar en de muziek in staat. Alle versterking is afwezig. Alleen de muziek is overgebleven. The Fred Hirsch Trio met Play Twice.
Presence. Ask Me Now door McCoy Tyner en Joe Henderson. Hoewel dit een duet is van McCoy en Joe, concentreren we ons op Joe's wervelende saxofoonspel. Joe staat op het podium van een grote opnameruimte en kijkt naar de achtermuur van de studio die 5 meter van hem is verwijderd. Hij staat op 1 meter afstand van de microfoon. Joe's tenorsax is rechts van het midden tussen de 2 speakers geplaatst en alles is hoorbaar. Zijn adem, het mechanische geluid van zijn kleppen en, niet te vergeten, het warme gevlamde geluid. Een ander belangrijk geluidsaspect is de weerkaatsing van het geluid tegen de achtermuur. Hoe subtieler het geluid van die reflectie is, des te hoger is de resolutie van de geteste geluidscomponenten. We moeten een virtual saxofoon horen. De eenvoud van deze opname leent zich uitstekend voor de test. In hoeverre gelooft u dat deze saxofoonbespeler tussen de 2 speakers staat? Hoe overtuigend is de illusie? Visceral Impact. Sweet Georgia Brown door Monty Alexander. Dit is een intens energieke en opwindende sessie. Voor deze track gebruikten we 2 drummers, een elektronische en een akoestische bas, een volledige blazerssectie en natuurlijk Monty's zeer dynamisch pianospel. Op high-resolution geluidssystemen moet de verschillende setting van elk drumstel duidelijk hoorbaar zijn. Deze opname heeft een verbluffende dynamiek. Speel hem dus met veel volume af. Deze muziek moet u voelen. Hier is Monty. Thank you.
Rhythm and Pace. I Love Paris door Johnny Frigo. De 77-jarige Johnny Frigo heeft een ongelofelijke vitaliteit en heeft duidelijk plezier in zijn spel. In feite heeft de hele band er veel plezier in. Rhythm and Pace hebben te maken met de weergave van de kracht in de muziek. In het uiterste geval staat u als vanzelfsprekend te dansen. Met andere woorden, wij willen dat u lichamelijk reageert op de muziek. Besteed vooral aandacht aan uw speakers en aan uw eigen lichamelijke reactie bij dit aspect. Als u niet reageert, blijft u zoeken naar het juiste weergavesysteem. Dit essentiële aspect van geluidsweergave wordt vaak vergeten.
Focus. Het fluitconcert in D van Vivaldi door de Connecticut Early Music Festival Ensemble. Focus heeft te maken met de definitie van elk afzonderlijk instrument binnen het totale geluidsbeeld. Dit werk heeft een opmerkelijke focus in zich. De fluit van John Sullum, een balsa houten fluit uit het midden van de 19e eeuw, is van een delicate schoonheid. Elke noot die John speelt zou duidelijk moeten klinken, zeker niet ongedefinieerd. Alle instrumenten in het ensemble bezitten deze helderheid. De verbeelding van de term focus maakt het een stuk duidelijker. Hoe scherper elk instrument in het geluidsbeeld te horen is, des te beter is de focus. Thank you.
Holographic Imaging. Het festival Te Deum van Benjamin Britten door The Westminster Choir. Deze opname van The Westminster Choir in de kerk van St. Mary the Virgin Cathedral is zonder twijfel van kristalheldere kwaliteit. Zelfs afgespeeld op een conventioneel weergavesysteem met twee speakers, hoort deze opname driedimensionaal te klinken. Het is alsof je midden in de kathedraal staat. Er is maar één microfoon gebruikt voor deze opname en deze is geplaatst op een 35 voet hoge microfoonstandaard. Het koor stond opgesteld in een hooggelegen uitspanning boven achter de kansel. Zodoende was het de eerste keer voor ons dat we een opname maakten waarbij de microfoon in een vrije ruimte stond opgesteld zonder weerkaatsende oppervlakte in de nabijheid. Als u uw ogen sluit, kunt u het koor voor u zien en het gevoel hebben in een grote kathedraal te staan. 60 voet breed, 225 voet lang en 90 voet hoog. Sommige audiosystemen zullen zelfs een hoogtegevoel kunnen weergeven. Het orgel zou de ruimte op de achtergrond moeten vullen. Het gesis wat u ontwaart is het lekkende pompsysteem van het orgel. Pas op, deze opname bevat nogal wat pieken.
Transients. The Royal March uit The Soldier's Tale van Stravinsky, uitgevoerd door de solist in New York. Transients zijn snelle, dynamische overgangen van loudnessniveaus van muziek. Deze onverwachte verschuivingen in dynamiek voegen opwinding toe aan de muziek en houden een uitdaging in voor speakers en versterkers. Dit spannende fragment uit The Soldier's Tale biedt ongelooflijk krachtige voorbeelden van transients. De speakerdriver moet daarom in staat zijn te starten en te stoppen met grote nauwkeurigheid. Deze transients zijn ook een test voor versterkers. Hun controle en snelheid zijn belangrijke factoren om de weer te geven geluidsgolven intact te houden. Het slagwerk zou compact moeten klinken. Dit is een van de beste indicatoren van speaker en amplifier control. Het koper is ook een goede test voor transients. Ze zouden zeer helder moeten klinken met een scherpe aanzet. Basresonantie uit The Best of Chesky Jazz and More Audiophile Tests, Volume 2. Hier hebben we solo een staande bas in een ruime studio. Het instrument staat op 3 voet van de microfoon. U zou een sterke pluk moeten horen, gevolgd door de resonantie van de kast van het instrument. Dit is om de accuraatheid van de woofers te testen. Sommige woofers zullen niet muzikale geluiden produceren als ze tot hun uiterste gedreven worden. Deze opname kan deze tekortkoming aantonen. Thank you.
De dynamiektest uit The Best of Chesky Jazz and More Audiophile Tests, volume 2. Sommigen onder u zullen wachten op een stukje extreem harde slagwerkdynamics. Dus laten we een solodrummer horen. Probeer dit af te spelen op het werkelijke volume, maar wees voorzichtig, want het begint rustig, maar wordt langzamerhand steeds harder. Dit is een brute krachttest voor speakers en versterkers. Dat was het dan. We hopen dat u heeft genoten van de muziek en tegelijkertijd uw luistervaardigheid heeft weten te vergroten. Blijf luisteren.